Magical Saber. Even kijken, dat is dicht in Area 1. Dan moet je muisman worden. En dan ga je naar het bruggetje met al die blokjes wat je stuk kan maken. En dan laat je in het eerste putje vallen wat er is, zo'n waterput. En dan stuiter je omhoog tegen het plafond, terwijl je je controlpad omhoog houdt. Daar maak je de schatkist open en dan krijg je de Magical Saber. Dus daar zul je moeten vinden. Nou, per dag speel ik er ongeveer, nou, toch zeker al 2,5 uur mee. Ik speel per dag 3-4 uur. Ik speel zo'n 3 uur per dag mee. Nou, ik speel best vaak op mijn computer, ongeveer 2 uur per dag. Voor de rest doe ik eigenlijk niks. Je kunt magie gebruiken, je kunt doodgaan zoveel keren je wilt en het kost je niks. Met Erik van de Sega Hotline, goedemiddag. Oké, nou veel succes ermee, hè? Doei. Begin de dag met nieuwe spellen spelen. Dus even wat bladen lezen die we binnenkrijgen uit Amerika en Engeland. En een beetje goed voorbereiden dus op de vragen die gaan komen. En dan, als 12 uur is, gaat de lijn open. Bellen. Bellers komen binnen via de telefoonlijn. We gaan ze helpen. Je kunt dingen zijn die je in het werkelijke leven absoluut niet kunt zijn. Je kunt je verdiepen in situaties waar je normaal alleen van kunt dromen. In Nederland is tot nu toe nog heel weinig onderzoek gedaan op dit gebied. In Amerika is wel meer onderzoek gedaan. Daar zie je tot nu toe hele tegenstrijdige resultaten. Het ene onderzoek vermeldt dat het heel slecht is voor de kinderen, dat ze daar allerlei psychische klachten aan overhouden. Het andere onderzoek zegt juist dat het heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. En eigenlijk is er nog te weinig onderzoek gedaan om dat allemaal te kunnen staven, die beweringen. Wat ik ontdekt heb is in ieder geval wat iedereen al wist, dat het heel erg populair is. Kinderen vinden het heel leuk om mee te spelen. De belangrijkste zaken die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat er enorme verschillen zijn tussen jongens en meisjes als het gaat om het gebruik van spelcomputers. Ja, het feit dat jongens meer met de spelcomputer spelen dan meisjes ligt volgens mij daarin dat de software heel erg jongensgericht is. Het gaat met name over winnen en vechten, schieten. En dat is iets wat meisjes helemaal niet aanspreekt. Als je kijkt naar het, met name de vechtaspecten, het agressieve gedrag wat er in de spelletjes vertoond wordt. Ik denk dat dat een effect heeft op de kinderen. Zeker. Nou, het aantal termen wat je dus in de computerwereld hebt, dat zijn er echt gewoon een heleboel om op te noemen. Een oude is bijvoorbeeld een warp zone. Dat is dus een plek, als je die dus in feite op een bepaalde manier benadert, dan word je verplaatst en dan kom je bijvoorbeeld 5 levels verder. Het is de warp zone is een soort geheimere, snelle doorstromen door het veld heen. Een warp zone is bijvoorbeeld in Mario 1 dat je van de wereld 1 naar wereldje 4 kan. Het is zeg maar dat je van één level een paar levels kan overslaan naar een hoger level. Hoe? Nou, dan heb je een andere, die is nieuw. Dat heet Fatality. Van Fatal. En dat betekent dat je iemand vermoord is. En dan heb je een nieuw spel in de videohal. Daar kun je, als je iemand verslagen hebt, een bepaalde beweging met je joystick doen en dan haal je zijn hoofd eraf of trek je zijn hart eruit of sla je zijn kop eraf en dan krijg je fatality, 100.000 punten. Ja, het is zo dat voor mijn gevoel sinds 91 is er weer een revival van videogames begonnen. Het was dus in de, 78,
80 is Atari geweest, die hele oude kastjes met die vierkante spelpookjes. Je kent het wel, met het oranje knopje, de Atari 2600. Daar is toen mee begonnen en dan, er werden niet genoeg spelletjes gemaakt. Nou, het belangrijkste om te overleven voor videogames is, er moeten genoeg spelletjes zijn. Leuk zijn, uitdagend zijn en voor een behoorlijk aantal leeftijdsgroepen. Want dat is wat ze toen hebben geleerd. Nu worden veel spelletjes voor verschillende leeftijdsgroepen gemaakt. Dus je hebt spelletjes, nou, voor kinderen tot 10, nou, tot 18 en dan hoger. Dus dat is nu de laatste 2-3 jaar aan de gang. En ik denk dat het nu echt, dat het wel blijft, videogames. Al door de straten rennen, op alles beginnen te schieten en je gaat niet de gevangenis in. Het is nu 2 jaar bezig, nu is de cd-speler gekomen, voor ons in ieder geval al. En ik denk dat over een maand of 2-3 op een show een 32-bit al wordt geshowt, zeg maar. Dus dat is videohal kwaliteit, zoals in, dat krijg je gewoon thuis. Een geweldig vechtspelletje waar je iedereen tegen de vlakte slaat en gewoon de kampioen bent. Terwijl in het echt zou je met 10 blauwe plekken thuis komen. Nou, het geluidsspelletjes is heel belangrijk. Het is een van de onderdelen van spelletjes, samen met de graphics, dus hoe een spel eruit ziet, de looks. En de speelbaarheid, dus de playability wordt dan altijd gezegd. En als je dan een goed totaal concept hebt, dus het spel speelt goed, de plaatjes zien er goed uit, het mannetje beweegt lekker en de muziek is daarbij ook nog goed. Ja, dan heb je een perfect spel, krijgt hoge cijfers en wordt ook veel verkocht. Van de Sega 16-bit vind ik het geluid heel goed, maar het ligt meestal meer dan de tv. Nou, bij spellen waar je lang mee bezig bent, moet wel een beetje goede muziek staan, anders wordt een beetje afgezacht. Als je schietspelletjes hebt, moet je het heel hard zetten, zodat je het echt goed hoort. Muziek geeft net dat beetje extra sfeer, die boost. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Het is niet alleen muziek natuurlijk, je hebt ook geluidseffecten. En als jij met een zwaard klieft, dan hoor je graag een kliefend zwaard. Zo werkt dat. En een explosie, dan hoor je liever ook niet van pff, maar dan heb je liever gewoon een flinke knal. En ja, dat geeft gewoon dat beetje extra. Het maakt het leuker om te spelen, het maakt het wat echter. Je kan er wat meer induiken als het ware. Soms krijg ik gewoon van iemand te horen, ik ga een schietspel maken. Het komt in die en die schermmolen, ik ga zo en zo wel pixels scrollen. En allemaal van die technische termen krijg je dan. En ja, ga maar wat maken. Ja, soms ga ik inderdaad een beetje pielen op mijn gitaar of op een keyboard en kijken wat eruit rolt. Zit er wat bruikbaars tussen, dan zet ik dat meteen om naar computertaal, dus in de sequencer. En later ga ik er nog dingen bij verzinnen. Op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld in een schietspel een scène waar je een bos karakter moet verslaan. Dat is dus een eindmonster. Dat gaat er meestal heftig aan toe, dan wordt er iets meer gevraagd van de persoon die achter zo'n computer zit. En dan wil je nog wel eens een lekker flink opzwepend tempo in je muziek gooien met wat dissonantjes er hier en daar in, dus wat rauwe klanken. En ja, soms heb je bijvoorbeeld een einddemo, is meestal een rustfase in een spel of een tussendemo. Daar doe je wat rustige muziek in. Dit was dan een verzoek van iemand die ging een schietspel maken voor die en die computer met die en die technische toestanden eromheen. En ik mocht dat en dat gebruiken. En dit is het dan geworden. Ja.
Wouter, je hebt wat megadrijfspelletjes in de aanbieding. Shadow of the Beast, World of Illusion, Sonic 1, die wil die ruilen. Volgens mij wil die jongen Super Nintendo spelletjes ruilen. Kom maar naar voren. Maar schrijf wat je hebt. Goals and Ghosts? Ja. Goals and Ghosts, de Japanse versie. Wie heeft er interesse in Goals and Ghosts? Top Gear voor de Super Nintendo. Moet je even met hem over? Heeft er nog iemand? Super Goals and Ghosts voor de Super Nintendo. Wie heeft er interesse voor? Ik ben verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, aan de sectie Tinten Media. En wij doen onderzoek naar het verband tussen media en kinderen. Met name doen we onderzoek naar de rol die media spelen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Computerspelletjes die hebben iets van televisie, ze hebben beeld. En beelden vinden kinderen erg aantrekkelijk. Maar er zijn een aantal extra eigenschappen in videospelletjes die de aantrekkingskracht kunnen verklaren. Een belangrijk punt is dat kinderen zelf kunnen reageren, ze kunnen invloed uitoefenen op de beelden. Er zitten ook beloningsmechanismen ingebouwd in videospelletjes. Er wordt een score bijgehouden. Je krijgt aardige geluidjes wanneer je een bepaald veld hebt bereikt. En het leuke is ook dat als je eenmaal een videospelletje helemaal onder de knie hebt, dan kun je weer naar een hoger niveau, een hoger level, zouden kinderen zeggen. Waardoor er weer een nieuwe uitdaging in zit. Er is enig onderzoek gedaan naar de vraag wat het effect is van agressieve videospelletjes. En de resultaten van het onderzoek wijzen bepaald niet uit dat videospelletjes een manier zijn om je agressie kwijt te raken op een onschuldige manier. Eerder werkt het agressie bevorderend. Dat is overigens wel afhankelijk van het type videospelletje waar je over spreekt. Kijk, nogal wat agressieve videospelletjes die zijn in feite heel erg abstract. Maar hoe realistischer het uitziet, des te groter is de kans dat het wel als agressief door kinderen zelf wordt gezien. Een misschien wat minder gunstig gevolg is dat kinderen daardoor later beter in staat zijn om in een gevechtsvliegtuig allerlei akelige wapens af te kunnen schieten. Want als je de beelden van de Golfoorlog herinnert, ja, dan leken de beelden die piloten moesten interpreteren heel vaak gevaarlijk veel op videospelletjes. Het verschil tussen spelletjes in de bepaalde continenten zoals Japan, Amerika en Engeland is dat in Japan daar zijn de spelletjes het puurst, het best, het gepolijst en het speelbaarst. Dat is dan natuurlijk de eerste kwaliteit. Nou. Kijk, dat is dus Japans. Is deze flikker verslaan? Die is echt sterk. Maar daar zie je niks bij hem hoor, bijna. Moet je een bepaalde tactiek voor hebben. Kijk, up. Kijk, tak, 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 tak. Nou, dit valt nog mee. Moet je maar zo naar kijken doen. Dan wordt het veel erger. Kijk, het is dus dat het hoofd spat uit elkaar. En het lichaam spat uit elkaar. Nu krijg ik hem. Kijk, het is heel aardig deze. Rah. Dit is een werkelijkheid, dat is de realiteit voor je en je hebt een fictief gedeelte en dat zijn de spelletjes. En als je dat heel mooi gescheiden kan houden is het heel leuk.